Anja Fourie is een gekwalificeerde rekenmeester waar die afgelopen 7 jaar bouw aan een succesvolle tomatieboerderij op die plaas Driefontein bij Betuli. Sy verbouw haar tomaties in een nethuis wat so wat 'n hektaar groot is. Haar jongste oes was 150 ton. Tijdens pluk en paktijd gebruik sy 18 deeltijdse sowel as 3 heeltijdse werkers. Het is ook een familieboerderij, haar ouders, man en kinders sit graag hand bij. Anja moest talle struikelblokke oorkom om haar boerderij tot op sy huidige vlak uit te brei. Dit het aanvankelijk vooral betekend dat sy hard moest weg om financiering te bekom, maar sy het niet toegelaat dat het haar onderkry nie. Deur die jare het sy haar bezigheid uitgebrei en sy maak en verkoop nou ook songedroogde tomaties wat in kruieolie ingeleef word, as ook tomatiekonfyt, platjan en pesto. Sy het die naam Timeless Tomatoes gekies, omdat sy sê God is tydloos en sal altyd by haar wees. Haar vars tomaties word na markte binne 'n 300 km radius versprei, terwyl haar ander produkte by onder meer talle padstalle, sowel as fruit en veg en mottekie droogvrugte in Bloemfontein versprei word. Dis echter nie net kopers van Anja's tomaties wat beïndruk is met die smaak en kwaliteit daarvan nie. Selfs die skapend op die plaas veters knibbel graag aan 'n tomatie. Anja se raad aan nuwe entrepreneurs is om in jou drome te glo, nie moed op te gee as jy met struikelblokke gekonfronteer word nie en om op jou knieë te bly.